Ja, ik denk dat elke droom van oncoloog is om uiteindelijk de patiënten langer te laten leven en meer patiënten te genezen. Dat moet eigenlijk wel de droom zijn. Ik ben Agnes Jager, ik ben internist-oncoloog. En ik hou me met name bezig met de zorg en onderzoek van borstkankerpatiënten. Ik denk dat de afgelopen 20 jaar hebben we heel erg uitgebreid qua therapie. We hebben steeds meer mogelijkheden geboden en steeds geavanceerdere manieren gevonden om de patiënten te behandelen. Het is wel ten koste gegaan van een hele grote hoeveelheid overbehandeling. Dus we behandelen heel veel patiënten ten onrechte omdat of de ziekte al genezen is of omdat het niet werkt. Chemotherapie is een heel belangrijk onderdeel voor de behandeling van borstkanker. En dat zal het ook blijven in de toekomst. En wat wij proberen te doen is middels een testen buiten het lichaam om te kijken of we kunnen zien welke patiënten wel en welke patiënten niet gevoelig zijn voor chemotherapie. Dat doen we op een bijzondere manier. We proberen wat materiaal te verkrijgen van of de borstkanker of een uitzaaiing van borstkanker. En dat houden wij een aantal dagen buiten het lichaam in leven. Dus dat plakje, dat kankerweefsel. Als het ons lukt om met zo'n plakje goed te voorspellen hoe dat bij de patiënt zal werken, dan kun je dus patiënten waarbij je van tevoren al weet het werkt niet, belangrijke bijwerkingen van chemotherapie besparen. Nou, dat is een fantastische winst. En je kunt op het moment dat het niet werkt, kun je nagaan waarom werkt het niet. En dat geeft ons weer nieuwe informatie om nieuwe therapieën te ontdekken. Je merkt ook dat als je dat met patiënten bespreekt, dat ze buitengewoon gemotiveerd zijn om dat weefsel af te staan. Een belangrijke taak ook bij het onderzoek is om te kijken op macro-economisch niveau. We hebben in Nederland door samen te werken met de Borstkankervereniging Nederland, maar ook met VWS en zorgverzekeraars, hebben wij een studie opgezet. Die heet de Sonja-studie. En binnen die Sonja-studie zijn we aan het kijken of een bepaald medicament juist vroeg of misschien wel wat later ingezet kan worden. Als uitkomt wat wij denken, namelijk dat je het ook wat later kunt inzetten, dan scheelt dat per jaar 80 miljoen euro. Alleen al voor de borstkankerpatiënten. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als er zoiets uit zou komen. Want met dat geld kun je geweldig veel nieuwe andere dingen doen die de patiënt veel meer ten goede komen. Ja, ik denk dat elke droom van oncoloog is om uiteindelijk de patiënten langer te laten leven en meer patiënten te genezen. Dat moet eigenlijk wel de droom zijn. Dat is groots en ik weet ook niet of ik in mijn carrière dat ga bereiken, maar dat is denk ik wel een droom die iedereen koestert. En het mooie is om te werken in Erasmus MC Kankerinstituut, is dat dat ook daadwerkelijk dat je de gelegenheid krijgt om het verschil te maken. Om onderzoek te doen die dat bijdraagt, om een type zorg te leveren die dat kan bijdragen. En ja, dat is alleen maar een voorrecht en dat moeten we mooi inzetten om dat te bereiken. Ja, op de vraag of er één situatie is die me het meest bijgebleven is, zou ik absoluut nee zeggen. Er zijn zoveel situaties die mij bijgebleven zijn. En ik denk ook dat ik mensen tekort zou doen als ik daar één uit zou halen.